Precies. Dan jouw top 5, Diederik. Je hebt een aantal zaken eruit gehaald waarvan je zegt van, nou, dit is toch wel even het onderstrepen waard. Nou ja, in ieder geval waar mensen heel erg zeg maar enthousiast over zijn, dat is het buigzame mobieltje. En kijk, het voelt heel naar om dit te doen, maar dit kan je dus een tablet die gemaakt is om er ook een smartphone van te maken. Dus je hebt eigenlijk 2 in 1. En mensen vinden dit een grote nieuwe stap in telefoontjes. Dus het is echt anders van die 12 megapixel camera naar die 13. Is die al te koop? Hij is in China, is hij nu nog moeizaam te krijgen. Maar kijk, wat je hier ziet, dat is voornamelijk waar dit een voorbode van is. Je gaat op een gegeven moment echt hele dunne dingetjes die je om je soort klein horloge, dat wordt je telefoons echt in je kleding verwerkt en dat soort. Dus we gaan steeds meer één worden met dat mobieltje, dat je het echt kan dragen. En daar heb je dit soort vouwbare mobieltjes. Heb je een soort fusie tussen mens en machine wordt het dan? Langzaam maar zeker wel. En daar is dit wel een tussenstap voor. Want als het lomp, onhandige grote tablets zijn, dan wordt die fusie natuurlijk moeilijker dan als je het om je heen kan vouwen. Ja, volgende. Nou, wat iedereen heel mooi vindt, en ik ook, is de oprolbare televisie. Dit... je moet je vooralsnog een nieuwe hypotheek voor afsluiten. Maar of al je spullen verkopen, dan heb je echt ruimte in je huis. Maar het is natuurlijk adembenemend mooi. Dit is natuurlijk qua design. Je krijgt er ook een heel mooi huis met zee-uitzicht bij. Maar is hij ook heel dun? Hij is echt zo dun, zeg maar. Dus het is echt inderdaad gewoon een mooi televisiemeubel waar ineens een televisie uitkomt. Het is adembenemend mooi. Maar misschien nog niet voor iedereen weggelegd. Maar dit gaat er wel naartoe. Dus je ziet hier dus hetzelfde opvouwbare technologie. De volgende gaat over bier, hè? Ja, heerlijk. Dit is ook een categorie, is het noodzakelijk. Maar dit is een soort... Ja, je hebt van die koffiepad dingen, zeg maar, waarvan ik de naam niet zal noemen. Maar dit is de bierbrouwversie. Hier kan je in 2 weken kan je zelf bier brouwen. En dan komen er ongeveer 14 flesjes aan zelfgebrouwen bier uit. Met je eigen combinaties van hop, mout, gerst en al die dingen. En dit werkt vrijwel gegarandeerd wel. Want ik weet niet of iemand wel eens zelf bier gebrouwen heeft. Dat is 99% kans op heel erg stinkende, schimmelende bende in de hoek van de keuken. Maar dit is echt top als je bier wil brouwen. Maar ik vind het toch raar als je zin hebt in een biertje, je moet nog 2 weken wachten voordat die klaar is. Zeker. Maar ik weet niet of jij vrienden hebt die zo'n broodbakmachine hebben. Ja. Dat je dan dat keiharde brood weg zit te hakken en dat ze super trots zijn op een smaakloze ellende. Ja, okay. Ik denk dat je die categorie niche een beetje voor ogen moet hebben. Dan, wat ik heel lekker vind, is de vliegende Uber. Zo wordt hij genoemd. Omdat dit bedrijf wil dit in 2025 op de markt hebben. Het is zeker niet het eerste bedrijf dat een vliegende auto lanceert. Want dat doen we al sinds 1920 of zo. En dat lukt maar niet. Maar dit maken ze echt met het idee van een autonome auto. En dat je dus gewoon erin kan stappen. En dat je dus op een betaalbare manier gewoon ergens naartoe kan vliegen. En ik ben erg blij dat het autonoom is. Want zit er al een prijskaartje op of niet? Nee, dat is nog echt niet bekend. Nee. Het wordt nu echt uitgedokterd. Maar het is voornamelijk dat nu word je in 2 dimensies wordt er gebumperkleefd. En op het moment dat je vliegt, dat mensen ook van onderen en zijkant gaan bumperkleven, dat lijkt me heel aardig. Met de Jetsons is het helemaal. Is goed dat je dat... Het is absoluut de Jetsons. Ja. Dat gaan we zo meteen ook zien. Maar eerst even jouw lijstje afmaken. Want nu is dit is het nummer 1 product waarvan je zegt, van dat wil ik graag. Ja, nou ja, misschien valt het nu een beetje weg in verhouding tot dit. Maar dit waren allemaal van die dingen die er nog niet echt komen. Ik vind dit gewoon mooi. En daarom wilde ik het mijn nummer 1 maken. Een laptop. Het is mijn top 5. Het is een prachtig mooie laptop. Hij is echt iets maar een centimetertje dik, zeg maar. 4K beeldscherm. Het is gewoon... is het dan heel voor de mensen die het niet weten, jullie hebben een heel leuk programma gemaakt. Vet gelukkig. Vet gelukkig, ja. Zeker. Maar is jij ietsje succesvoller in? Even nog die laptop. Want jij vindt hem gewoon mooi eruit zien en hij is dun. Of is er ook nog iets speciaals mee? Nee, het is gewoon een hele mooie laptop. Ja. Oké. Okay. Ja. Hey, jij zei net... Heb je aandelen? Nee, ik krijg hem niet eens. Nee, absoluut. Er zijn ook hele mooie andere laptops daar. Maar hij is gewoon... Wat je wel ziet, is dat gewoon het design gewoon heel mooi, prachtig afgewerkt. Ja, goed, ik kan er lang over houden. Okay. Het is een soort